Het Rijksmuseum is dicht, maar geen nood. Figura heeft een eigen Bernini in huis. Het is Costanza. In schoonheid is ze de tegenhanger van Medusa. Maar net als Medusa had ze een betoverende blik. Tenminste voor Bernini, want hij was haar minnaar, of zij zijn minnares. Tijdens de open dag van maart stond Costanza op het programma om geboetseerd te worden. Maar omdat de open dagen niet doorgaan, laten we in onze open studio zien hoe het boetseren van een portret in zijn werk gaat. Dit is deel 2, van profiel naar vooraanzicht. Met een frisse blik bekijk ik eerst het profiel dat ik vorige week opbouwde. Ik controleer de grote hoeken, kin, 1, neus, 2 en voorhoofd, 3. Costanza heeft geen oren, die zitten verstopt achter het haar. Daarom gebruik ik het haar en breng de verschillende richtingen van de haarlijn in overeenstemming met het profiel. Vervolgens controleer ik 3 dieper gelegen punten, de mondhoek, 4, neusvleugel, 5 en ooghoek, 6. Hebben ze de juiste diepte ten opzichte van het profiel en beschrijven ze de juiste hoek in relatie tot elkaar? Daarna bekijk ik het profiel in detail, de kleinere richtingen, in bijvoorbeeld de bovenlip, de neus of het voorhoofd. We gaan naar het vooraanzicht, maar eerst nog even dit. Probeer het profiel zo smal mogelijk te houden. Je kunt dan makkelijker de centerline en dus de houding van het hoofd bijsturen. Bovendien geef je jezelf de ruimte om zorgvuldig verschillende volumes en vlakveranderingen te construeren. Als je te snel te veel klei aanbrengt, zul je later moeten reduceren, waarmee je eerder aangebrachte informatie weer verliest. Als het profiel bijgewerkt is, draai ik het portret naar de voorkant. Daar controleer ik de centerline, de symmetrie en de hoek in het profiel van het vooraanzicht, het breedste punt in de kaak, 7, het breedste punt in het jukbeen, 8, en het breedste punt in het cranium, 9. Costanza heeft veel haar, waardoor punt 9 niet te observeren is. Ik neem een oriëntatiepunt in het haar. In het vooraanzicht kun je zien dat het gezicht van jukbeen naar kaak taps toeloopt. Die hoek laat ik zien met een stokje. Wat ik niet kan zien is hoe diep die punten liggen. Daarvoor moet ik weer terug naar het profielaanzicht. Voor het gemak geef ik ze op Costanza aan met een stickertje en corrigeer ik de diepte van de punten die in het vooraanzicht het breedste punt aangeven van kaak en jukbeen. Nu zoek ik vanuit de centerline naar de smalste breedtes. In volgorde zijn dat het tussenschot neus, de binnenste ooghoeken, de neusvleugels, mondhoeken en de buitenste ooghoeken. Opnieuw hebben we hetzelfde probleem. We kunnen in het vooraanzicht wel zien hoe breed ze ten opzichte van elkaar moeten zijn, maar we zien niet hoe diep ze in het gezicht liggen. Daarvoor moet ik weer terug naar het profielaanzicht. Voor het gemak zet ik in de klei soms prikkertjes aan de voorkant voor de breedtes en in het zijaanzicht voor de dieptes. Je zult een tijd lang heen en weer moeten tussen voor- en zijaanzicht, maar je zult zien dat de gezichtsonderdelen op deze manier hun plek krijgen. Wat ik blijf controleren: haarlijn, profiel, centerline en de symmetrie. Vanuit de centerline groeit het portret in de breedte. Eerst de smalle breedtes, uiteindelijk ook de contouren van het gezicht en het haar. Als ik een idee heb van de breedte van de binnenste en buitenste ooghoeken, geef ik in het vooraanzicht het midden van het oog aan. Ik weet dat de oogbol daar het verst naar voren komt. Daarna draai ik het portret naar de zijkant.
Vanuit dat aanzicht kan ik zien hoe ver het oog naar voren komt ten opzichte van de profiellijn. Zo bouw ik het oog en de oogleden als een klein portretje op. Eerst het profiel en daarna werk ik in het vooraanzicht de oogleden verder uit. Dit portret is nog lang niet af, maar om je een indicatie te geven van de tijd die ik er tot nu toe aan heb besteed, de timelapse die nu volgt is gemaakt in ongeveer 6 uur tijd.